Hallo iedereen, Jeff250 hier. Net terug van de tandarts. Oké. Ik zal mijn camera even in een verdere positie. Dan moet het maar. Het spijt me dat ik zo lang niks meer van me heb laten horen. Maar er waren wat dingetjes waar ik mee zat. Als er zijn wat dingetjes op. Even kijken of ik de camera. Even een beetje zo. Kijk. Kijk, en daar kunnen jullie. Ja, ik zit dus met een meisje op werk. En dat. Dat meisje. Daar heb ik fysiek heel veel last van. Dus ja, ik weet niet hoe ik dat ga oplossen. Het is heel erg dat ik ermee zit en dat ik het zelf veroorzaakt heb. En ik heb ook een paar keer tegen mezelf gezegd van joh, laat het gaan. Het is je aardig niet waardig. Maar soms is het gewoon beter om het los te laten. En dat is voor mij heel erg. Dat is voor mij heel erg lastig. Het is voor mij ook best wel irritant dat je er elke dag mee zit. Weet je, het is prima als je ergens mee zit, weet je wel. Het is prima als je er schuldig over voelt, maar niet elke dag. En dat je er elke minuut mee bezig bent. Het is juist, ik probeer op werk mijn gedachten van dingen af te zetten en soms is dat lastig. En het is niet altijd even makkelijk hoor, het is soms heel lastig. Gisteren en eergisteren, dat gaat je toch wel aan het nadenken zetten. Gisteren en eergisteren liep ze natuurlijk op werk. En soms is het heel lastig om je over dingen te zetten. Dus dan krijg je dat effect dat je zeg maar in je hoofd niet helemaal lekker zit. Maar ja, weet je, het is. Ik weet niet wat ik eraan kan doen. Soms heb ik ze niet allemaal even op een rijtje. Weet je, is mijn familie, mijn nichtjes en mijn twee nichtjes waar ik al geen contact aan mee heb. En nou dit gedoe. Weet je, dat is voor jezelf ook niet helemaal leuk. Het lijkt wel of mijn vrienden en mijn familie helemaal uit elkaar aan het vallen zijn. Weet je, dat gevoel krijg je dan op dat moment, weet je wel. Dat je het gevoel hebt dat je vriendenclub en je familie en je collega's zeg maar uiteenvallen. Het is best wel lastig om. Omdat het alleen maar over dat gaat. Maar elke keer als je het ziet, dan word je er steeds weer opnieuw aan herinnerd. Eigenlijk om eerlijk te zijn, is het best wel lastig om je van dingen af te zetten. Vooral omdat je dan even in je eentje bent. En je over dingen na moet denken.
Maar soms is het gewoon ook beter dat je... gewoon van dingen afzet. Want als jullie hier eens zo zien, kijk, die rode, jullie weten al van een paar dagen geleden dat ik hier zo'n rode plek op mijn gezicht had. Nou, die rode plek is nu al zo goed als weg. Ik kijk elke dag, kijk ik in de spiegel zo, of ik het nog echt zie. Het is zeg maar hier zo, langs die lijn, zeg maar die lijn. Hier heb je hier mijn oogkas een beetje en hier zo die lijn zo. Dit was helemaal rood. Dat iemand je zo ver kan traumatiseren, dat is echt zo verschrikkelijk. Ik weet echt niet wat ik eraan moet doen nu. Ik vind het zo lastig om mezelf af te leiden. Maar goed. Ja, ik weet niet wat ik eraan moet doen. Het is op dit moment een lastig. Ik zit in een lastig pakket op dit moment. En zoals jullie weten vlog ik niet heel vaak meer. Maar dat probeer ik wel weer binnenkort te doen. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Want ja, ik had jullie verteld dat ik zoveel mogelijk aan jullie wil laten zien, maar soms komen er wel eens dingen voor die even belangrijker zijn. Ik denk dat jullie allemaal wel eens dingetjes hebben die even er even tussendoor moeten. Ik weet niet hoe dauw ik me voel nu op dit moment. Maar goed. Like, subscribe, favorite. And that's it.